Lorette is niet echt de beste plek voor verliefde stelletjes. Het is niet echt makkelijk, hè? Het is niet echt bevorderlijk voor je relatie meestal. Maar we hebben wel het tegendeel bewezen. Ja, dat denk ik ook. Huilende kinderen, ja. Troosten, vallende kinderen. Knollen, jongens. Ik zeg altijd, ik ben nog steeds 19 jaar, maar ik heb 20 jaar levenservaring. Hey, kom op maar naar buiten nou, hé. Hey. Move. Hey, ben je doof? Nou ja, ik wil lachen als people reclame, dan neemt niemand die zien meer serieus, denk ik. Nou, hebben we nou ook het zat, hoor. Welkom bij Life's at Beach, een programma over hardwerkende jongeren in het buitenland. Jorette de Mar, de badplaats voor jongeren in de afgelopen 10 jaar. Hoewel Jorette haar plek als populairste vakantieoord dreigt te verliezen aan Salau, is het er nog steeds super druk met uitgelaten tieners. En uiteraard zijn er veel jongeren die het een droom lijkt daar te mogen werken. Zo ook Jordi en Francis, een verliefd stel. Jordi ging begin deze zomer naar Jorette. Francis bleef achter in Nederland, maar al snel ging hij haar missen en vroeg hij haar naar Spanje te komen. Ik zou eerst niet gaan en na veel overleg en dingen ben ik toch maar wel gegaan. Toch maar saamtjes. Toch maar samen. Ik voelde me niet echt happy zonder mijn meisje. Dus. Ze vraagt of ze toch wilde komen. En heeft ze gedaan. Jordi en Francis werken in Jorette achter de bar en wonen in een appartement van de kroegeigenaar. Met uitzicht op zee. Alles wat we nodig hebben. Douche, groot dakterras. Fijn bed. Fijn bed. Heel warm, maar het is droom. We hebben een waaier en ramen open, dan is het wel lekker. Als je slaapt, je bent toch zo moe. Meestal val je toch wel snel in slaap. En als je wakker wordt, sta je op en ga je naar het strand. Dus. Moe of dronken, altijd slapen. Het duo is te weinig in het appartement om er echt hun thuis van te maken. Af en toe even eten op dakterras. Voor de rest zijn we daar weinig. Het is veel te warm om hier te zitten. Van Jorette de Mar naar Salau. Ook zo'n populaire badplaats aan de Costa Brava. Het is de plek waar de 23-jarige Barry werkt als uitsmijter. In discotheek Snoepies. Barry heeft een lange, zware zomer achter de rug. Vitamines, belangrijk? Jawel, ja. Als ze elke dag een week werken, dan zijn die vitamines heel belangrijk, ja. Als je vitamines niet eet, dan... Barry is zo langzamerhand aan het eind van zijn Latijn. 3 maanden werk in Spanje wil nog niet zeggen dat je superbruin terugkomt. Ik ben dit jaar nog niet op strand geweest. Ik ben hierna vanaf 2 weken van april, maar nog niet op strand geweest. En ook vandaag verkiest Barry de sportschool boven het strand. Op naar Turkije, Turkutres. Het is de plek waar Lianne werkt. Ze is kinderoppas. Lianne past op de kinderen, zodat de ouders rustig vakantie kunnen vieren. Het is een gevarieerd baantje. Ik entertain kinderen. Ja, begeleid kinderen, babysit. Normaal gesproken vervult Lianne de rol van kinderoppas. Maar vandaag, omdat onze cameraploeg erbij is, zijn er extra veel ouders meegekomen naar de strandactiviteit. Lianne heeft het dus extra druk. Ze moet ook op de ouders letten. Jordi en Francis werken allebei in Jorette de Mar om maar dicht bij elkaar te zijn. Toch staan ze niet achter dezelfde bar. Ze werken zelfs niet in dezelfde kroeg. Ja, ik werk in cooldown van 7 tot 3. Dat zijn de Asterix. Van 8:30 tot 5. Hetzelfde eigenaar. Ze weten nog steeds niet precies waarom ze niet bij elkaar mogen werken. De eigenaar zei dat er of geen plek was of hij wilde ons niet samen hebben. Dat is ons niet helemaal duidelijk. Leek hem beter van niet, volgens mij. De 19-jarige Jordi en de 26-jarige Francis hebben hun geluk gevonden in Jorette. Hoewel ze dan niet in dezelfde kroeg werken, vinden ze dat ze elkaar genoeg zien. Meestal de wekker om 11:30. Ontbijten, strandje. Uurtje, 1,5 uurtje strand. Even een siesta, slapen. Eten, werken. En in de tijd dat hij, als hij om 7:00 begint, ben ik ook in de cooldown. Dus dan zien we elkaar nog tot 8:30, totdat wij moeten werken. En dat is genoeg om de liefde bloeiend te houden.
Op naar Paul, die een steakhouse runt in het Turkse Oludinis. Paul werkt al 12 jaar in Turkije. Eerst bij een watersportbedrijf en nu dus in de horeca. Hij haalt iedere dag zijn eigen boodschappen. We rijden nou naar Fethiye. Dat ligt zo'n 15 kilometer van de Oludinis vandaan. En daar doen we zeg maar altijd het inkoop. En daar zitten slagen, de vishandel, de groenten. Je ziet wat je koopt. Je hebt contact met je slagen, met je vishandel. Het gaat ons beter af. Goede kwaliteit. Het bezorgt een goede kwaliteit, maar het is al met al wel een tijdrovend klusje. In Nederland zou het niet economisch zijn. Dan zou je zeggen, jongens, pak een telefoon en 2 tellen heb je alles afgebeld. Ze komen het bij je leveren. In Nederland is geld, tijd is geld. Hè? Ik heb, zoals je weet, steakhouse. Maar er zijn dus mensen die af en toe wel wat anders. Die willen een visje hebben, die doen we ook op de grill. Maar ja, je ziet het gewoon met de Turkjes, met die mensen. Dan denk je dat ze hier bestaan, maar ze hebben mij dus gewoon kleiner, ook voor mij kleiner. Ze weten dat ik normaal grote 350, 400 gram heb. Dus hij gaat die apart voor mij weer verhalen, 10 stuks. Ze hebben ze dus allemaal opgedeeld in pakken, hè, van klein tot groot. Salau, Spanje. Uitsmijter Barry werkt iedere nacht tot 1 uur of 4. Zijn vrije uurtjes overdag benut hij voor een bezoek aan de sportschool. Maar het valt hem allemaal wel zwaar. Ja, die trainen en het vele werken en het, die hitte. Niet normaal, dat is echt eigenlijk onmenselijk. Ik moet echt de eerste maanden, dus die komen echt eerst even 2 maanden eraan wennen. Want Nederland ben natuurlijk gewoon een normale, rare, vreemde, stomme weer gewend. En niet die hitte. Dus ja, je lichaam krijgt wel even een raar klappie. De oefeningen in de sportschool zijn handig voor meer spiermassa en voor meer respect van de discobezoekers. Toch hoeft hij als uitsmijter maar nauwelijks in actie te komen. Nou, vechtpartijen, dat gebeurt zelden. Dat is voornamelijk toch mensen die dronken zijn of vervelend zijn. Vrouwen lastig vallen, van die kontenknijpers. How old are you, man? 18. What's your date of birth? Pardon? Your date of birth? 83rd. Huh? 83rd. 83. Oh yeah, just say 83. Yeah? No, I can bring your passport. Paul is in Turkije nog druk met de boodschappen. Het vlees, de groente en het fruit worden met zorg bij elkaar gezocht. En dit noemen ze lamb chops, dus zeg maar koteletjes. Waar je ook heen gaat, of je nou bij de bakker is beslagen of andere, vragen ze allemaal een kopje thee. Maar met die warmte is het wel goed natuurlijk, hè? Dat dames zijn ze toch weten. Die mannen die kloppen erop en als hij nou wat hard is, dus zeg maar hard geluid maakt, dan zeggen dat hij binnen vol zit, vol met water zit. Het geeft echt een doorgevend geluid. Als je hier tikt, dat hij doorgaat naar de andere kant, zeg maar. Als hij nou geen, als het een bol hol geluid is, is hij er vanmiddag uitgedroogd en geen niet genoeg water gehad. Maar dat hebben die jongens natuurlijk meer kijken, denk ik.